We hebben vanmorgen hier gevierd de Sint-Rosa-processie in Sittard. En dat is de jaarlijkse viering van de Heilige Rosa op de laatste zondag van augustus. En dan komen de mensen van Sittard in dankbaarheid bij elkaar. Want die Sint-Rosa is voor hun een aparte heilige. Dat is hun heilige. Als je kijkt naar het wapen van Sittard, dan zie je dat daarin niet alleen, zal maar zeggen, de tekenen van Rosa, van de slangen van gezondheid, maar je ziet ook de roos van Rosa in het wapen van Sittard. En hoe komt nou een Zuid-Amerikaanse heilige, hoe komt hij nou in Sittard terecht? Dat kwam heel eenvoudig doordat Sittard na de verschrikkelijke 80-jarige oorlog, protestanten en katholieken, toen was Sittard helemaal van geloof afgebracht. En toen hebben ze de paters en zusters Dominicanen gevraagd, kom hier alsjeblieft wonen in Sittard. Begin hier een school. Begin hier een klooster. En die paters, eerst de zusters, daarna de paters, die zijn gekomen. En die zusters die hebben met de paters ieder een eigen klooster gesticht. De zusters op Agnetenberg, dat klooster bestaat nu nog, maar daar wonen andere zusters in. En de paters die zijn gaan wonen wat nu de Michielskerk is op de markt. Waar vanmorgen die prachtige heilige mis was. En die paters die hebben naast die prachtige kerk een heel groot complex van klooster met school gebouwd. En in die school was opleiding voor jongeren, gymnasium en dergelijke. Toen die paters aan het bouwen waren, die school en die kerk, was 1660... Toen ineens kwam het bericht uit Rome dat de paus de eerste niet-Europese heilige zou verklaren. En iedereen vroeg zich af, wie is dat dan? Een niet-Europese heilige. Amerika, dat was pas 200 jaar oud. Een jong land. En wat bleek, dat was Rosa van Lima. Een zeer arme streek. En daar in Peru, daar was een meisje en de paters, die Dominicanen, die hier zaten. Ja, maar dat is eentje van ons. Dat is eentje van ons, want wij hebben daar als paters de missie gebracht, het geloof verkondigd. En zo waren die paters heel trots dat eentje van hun, door hun werk, heilig geworden was. Want die Rosa, die was door haar ouders zozeer op de weg naar God geplaatst, dat ze graag non wilde worden. Zoals de heilige Catharina van Siena. Maar zij kon in Lima en omgeving nergens terecht. Er was geen klooster voor zusters. En zo begon zij een klein kloosterleven achter in de tuin van de ouders. En zij werd een vraagbaak voor al die mensen daar. Die kwamen bidden bij haar, kwamen haar vragen. En werd een bijzondere heilige. Iemand die lijden droeg. Ze droeg lijden van Christus, ze had ook de wonden van Christus aan het hoofd. Ze deed zichzelf af en toe pijnigen, waarvan anderen dachten, wat is dat toch raar? Waarom doet ze dat? Maar dat deed ze om te zeggen, kijk eens, zoals ik lijd, nog veel erger, heeft Jezus moeten lijden. Ze wilde tonen aan de mensen wat Jezus eigenlijk voor ons heeft gedaan. Dat was haar spiritualiteit. En deze vrouw, waar de Dominicanen heel trots op waren, toen zeiden de paters hier, geweldig, een eerste niet-Europese, eentje van ons. Maar ondertussen waren ze dat gebouw aan het maken. En de voorgevel stond klaar. Eén nis, daar kwam de patroon van de kerk, Michaël. En in die andere nis, daar komt Rosa. En ja, in de stad, wat moeten wij met Rosa, die kennen we niet. Die is van ons. Op dat moment was de stad getroffen door een zware ziekte, een pest. En die pest dreigde iedereen in de stad te doden. En vroeger had je nog van die stadspoorten, die werden de deuren dichtgemaakt. En toen hebben de paters gezegd tegen het stadsbestuur, als u ons toestemming geeft om een kapelletje te bouwen buiten de stad, ter ere van de Heilige Rosa, en we bidden samen dat de Heilige Rosa ons die pest weghaalt voor de deur. Dat hebben de mensen samen gedaan.
En toen heeft het stadsbestuur gezegd, als dat waar is, als die pest aan onze stadspoorten voorbij gaat, dan zullen wij, zolang als we kunnen, ieder jaar mee aan de processie deelnemen. En daarom zit ieder jaar ook de burgemeester in de eerste bank, met de wethouders en alle bestuurders van de stad. En die komen dan eigenlijk Sint-Rosa bedanken voor haar voorspraak, want de pest bleef weg. De mensen hoefden niet te sterven. En dat is ook de reden waarom we ieder jaar naar boven gaan. Ieder jaar naar het kapelletje. Ieder jaar zeggen tegen Sint-Rosa, help ons alsjeblieft, help ons alsjeblieft. Hou van onze deuren weg. De verdoemenis, de pest of andere ziektes. Wat kan gebeuren? We hadden vroeger, als je vroeger de stad uitging, dan ging je dat bergje op waar we vandaag ook zien, die straat, de Putstraat, die gaat naar boven. En dat was vroeger de poort, de stadspoort. En dan ga je dan daar het bos in. En dat was de weg naar Aken en Keulen, de grote wegen. En daar was een kruispunt van oude wegen. En precies op dat kruispunt van oude wegen, daar werden altijd heilige monumenten geplaatst voor beschutting en bescherming. En als de pelgrim kwam, als je naar Rosa naar Sittard gaat, dan is Rosa die jou beschermt. En dat is eigenlijk de reden waarom dat daar terecht gekomen is. Nu is dat een parkachtig iets. Maar vroeger waren dat grote gebaande wegen voor ruiters en paarden, meer niet. Ja. Met dat kruis waar het zwaait, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Zie je die affenen? Dat is altijd bij ons gebruikelijk dat een schutterij. De schutterij, dat is een verdedigingscompagnie. Die vroeger die vertaaide de stad. En die schutterij, die heet Sint-Rosa. En die is genoemd naar de beschermheilige van onze stad. En normaal gebruikelijk is dat altijd de schutterij voorop gaat. Die maakt als het ware de weg vrij. Die beschut en beschermt, opdat ons Heer met het kruis beschut en beschermd gedragen kan worden in onze wegen. Dus daarom gaat de schutterij voorop, als een eerbetoon. Wij maken de weg vrij voor onze Heer, de Verlosser. Ja, we hebben een zeer eenvoudige processie. Wij nodigen gewoon iedereen die wilt, nodigen we uit. En al sinds tientallen jaren, we hebben 3 harmonieën hier in de buurt, die doen automatisch altijd mee. Die zouden boos zijn als ze niet mee mochten. Die vinden dat een eer. En zo, daarom gaan die met ons mee. Dan hebben we nog broedermeesters die zorgen dat er voorgebeden wordt. Mannen, vrouwen die beten voor. Hè? Omdat een ieder goed mee kan horen wat er gebeurt. En dan heb je een zangverein, twee koren, die dus ook graag meegaan. En dan heb je de mensen die de processie regelen, de regelaars. Dus we hebben allerlei groepen die dat allemaal mee verzorgen en meedoen. Ja. Scouting in de Sint-Veder al de jeugd en jongeren. En de jeugd en jongeren met onze kaplaan. Onze kaplaan heeft heel wat jeugd- en jongerenwerk. En kent veel van die mensen. En die nodigt je altijd uit om mee te doen. En die gaan altijd mee. Ik weet niet wat ze gezien hebben. En het roeg, dat is boeg, dat is mensboeg. En dat is dus een stukje uit de Bijbel, uit de Heilige Schrift, waarin de woorden van Jezus staan opgeschreven. Dus er zijn eigenlijk 2 hoogtepunten in de processie. 2 waar het om gaat. De processie wordt geopend door het kruis. En dan op het einde van de processie is het woord van Jezus en het brood van Jezus. En daartussenin lopen de mensen, de groepen. Kruis, mensen, gelovigen. En dan woord van Jezus. Dan draagt men heel mooi dat boek. Dat draagt een diaken. Dat is heilig woord Jezus. Die draagt dat zo voor zich. En daarachter, onder een tentdoek, onder een draagbare tent, wordt als beschutting, wordt in een monstrans. Dat is een toonapparaat, daarin zit de heilige
communie in, het heilig brood van Jezus, van de heilige mis, die wordt in zo'n versierde ronding gedragen. En in een kruisvormmotief. En hij is voor ons het lichaam van Christus, lichaam Christi. Woord Christi, lichaam, brood Christi. En dat betekent dus dat al die mensen die daarvoor lopen, die worden als het ware geleid door de ene herder. Die houdt ze allemaal bij elkaar en die beschut hen. En terwijl als het lichaam van Christus, lichaam Christus, dat die dus gedragen werd door de bischof of door mij, een van twee, dan zingen de mensen langs de kant als ze kunnen, dan buigen ze even of gaan ze even op de knieën en dan krijgen ze de zegen. Als teken dat ze beschut en beschermd mogen worden, maar ook om alle eer te brengen aan de Heer, de Schepper. We komen dan boven bij de kapel aan. Daar wordt ons Heer, dus die monstrans, dat mooie tableau wat gedragen wordt, wordt daar neergezet. En dan wordt daar gezongen, een tantum ergo. Dat is een lied van O Allerheiligst Sacrament, wij eren u. Dus we eren dan Christus. Dan worden bloemen gelegd bij het rozabeeld. Daar staat boven in de kapel een rozabeeld. Rozebeeldnis. En dan is er nog een paar voorbeden en dan gaan we terug. Dus daar wordt de zegen gegeven door de bisschop. Daar hebben de mensen als het ware hun opgang naar boven gedaan. Ze hebben de Heer gebracht op het hoogste punt van de berg. Daar is het de Heer die over de mensen neerkijkt en de mensen zegent. En dan gaan we weer met hem terug. Dat is een crucifix, een kruisbeeld. Dan heb je dan een monstrans, dat is een iets wat je plechtig kunt dragen en daar zit een ronde opening in. En in die opening van glas, daarin wordt de heilige communie gedaan. En dat wordt zo getoond aan de gelovigen. Dit is het lichaam van Christus, lichaam Christi. Dat is das Brot des Herrn. Und er segnet euch, er füttert euch und er geht immer mit euch mit. Dat wil men daarmee uitdrukken. En men drukt daarmee uit dat de God van de hemel altijd met ons zal meegaan. Wat er ook gebeurt. Ja? Er zit dus in een ronding in, met een glas maak je open. En daarin wordt dan de heilige communie geplaatst. Ja? We hebben ook, waar we dus bijzonder Sint Rosa vereren, hebben een van mijn voorgangers. Vroeger, daar had een brief geschreven naar Lima. En daar ligt Rosa begraven. In de kerken hadden ze gevraagd, geef ons etwas en reliquiek. En etwas van de kleid van Rosa. En daar hebben we weer dat bekomen in een glijsje, een klein glijsje. En dezelfde wijze, aard en wijze wie dat monstrans, draagt men dat in een versierd kruis met middenin dat kleine reliekje in glas ingegoten. Ja? Okay. Dat is een reliek, noemen ze dat. Een reliquie, ook goed. Nederland is eigenlijk protestant. Boven de rivieren, zeggen wij, is protestant. Dus de zuidelijke taal van Nederlanden, van die Nederlanden, is katholisch. En dan van Den Bosch, Nijmegen, die lijn daar, daarboven is allemaal protestant. En daarom hebben we weer in de gezet van de van nationaal gezet steed in een apart artikel waarin men zegt die van die zuidelijke provincie die hebben dat recht processionen te houden. En dat is waar die zuidelijke immer katholisch waren. We waren immer katholisch. We hebben die gewoonheid dat we doen. Zo te beten, zo te tonen. Niet zo demonstreren, nee, zo zien lassen. Hier is dein God, hier is dein Hirte, hier is daar, der ons leven is. Hè? Zo dragen we hem in die processie.